Bij een evenement organiseren komt een hoop kijken. Van entertainment tot aan de horeca. Alle gasten moeten van alles voorzien zijn. Tijdens de winter of in de zomer, binnen of buiten. Binnen no time wordt alles opgebouwd om bezoekers te voorzien van een verfrissend drankje. Rick de Haas van de Haas Verhuur vertelt ons hier meer over. Evenementenorganisaties huren tafels, stoelen, biertapmaterialen en koelingen. Met tafels en stoelen bouwen ze bijvoorbeeld terrassen die ze kunnen gebruiken op hun evenementen. Gasten kunnen daar gebruik maken van de horecafaciliteiten die aanwezig zijn. Tafels, stoelen en terrassen worden ook gebruikt op de kleinere evenementen, zoals bij bruiloften en bij dorpsfeesten. De laatste tijd zie je ook veel houten producten. Houten producten heeft een warme uitstraling en het straalt een bepaalde duurzaamheid uit. En dit vinden festivalorganisaties steeds belangrijker worden. Het voordeel ook van meubilair is dat het inklapbaar is. Je kunt veel stoelen bijvoorbeeld in één container terecht. Dit scheelt transportkilometers en daardoor uitstoot. Veel festivals vinden plaats in de zomer. Je wil dan wel een gekoeld drankje hebben. Maar vooral als je honderden mensen op je evenement hebt, dan heb je extra koelcapaciteit nodig. Een koelcontainer is daar uitermate geschikt voor. Je kunt zo'n 120 fusten bier in een koelcontainer kwijt. Deze zijn verbonden met de tapmaterialen die bijvoorbeeld in de tent staat door middel van bierleidingen. Doordat de koelcontainer goed geïsoleerd is, hoeft hij weinig te koelen en gebruikt hij ook weinig energie. De evenementcontainer is een bar in een container. Het beschikt over 8 tappunten, 4 koelkasten en een koelcel. In de koelcel kun je biertanks plaatsen. Dit zijn 1000 liter biertanks die onder druk worden gezet door middel van compressoren. De container is bestikkerd met steigerhouten uitstraling en past daardoor perfect bij een houten tafels en stoelen. Zo heb je een mooi geheel op je evenement. Nu de tafels en stoelen geregeld zijn en het bier koud staat, hoef je alleen nog maar gezellige mensen uit te nodigen.